You Make Me Feel So Good wordt mede mogelijk gemaakt door Brainwash, jouw kapper. Hey, leuk dat je kijkt naar de hoogtepunten uit het tweede seizoen van You Make Me Feel So Good. Tijdens de screentest viel ons één ding wel heel erg op. Veel kandidaten besteden weinig tijd en aandacht aan zichzelf door het moederschap. Ja, ik heb twee kleine kindjes en die gingen de afgelopen tijd eigenlijk continu voor. Ik ben constant met de kinderen bezig. We hebben heel veel ellende met de kinderen achter de rug. En ik denk van, de kinderen zijn het belangrijkste en dan komt de rest vanzelf wel, maar... Deze uitstraling wil ik niet lang niet meer volhouden. Zo. Nou, ik heb wat problemen gehad met de dochter, met de gezondheid. En het ging helemaal niet goed en ik voelde me echt niet lekker in de vel. En toen zei mijn man op een gegeven moment van... Als ik iedereen zie, die zien er altijd zo fleurig en gezellig en vrolijk uit. En jij ziet er zo moe uit. Continu verplichtingen en overal aan moeten denken. Dus ik denk, ik vergeet mezelf gewoon. Ik wil ze niet al andere ik, dat hoofdstuk afsluiten en gedaan. Sindsdien was het echt afgelopen. Ik heb voor de gelegenheid de spijkerbroek aangedaan, maar normaal loop ik gewoon in een trainingsbroek ook. Dit is Linda, 38 jaar oud, woont in het midden van Brabant, Tilburg en noemt zichzelf een stevige tante. Een stevige tante die in een echte mannenwereld werkt. Nou, Linda is een leuke vrouw, daar is heel goed mee te werken. Echt leuk om mee te praten en... Gewoon een heel leuke vrouw. Linda die staat een mannetje wel bij het Brabant Tafteam. Ze kan ook heel goed met een mannelijke collega's omgaan. Ja, ze kan heel goed mee met de mannen. Een robuuste vrouw zou ik zo willen vernoemen. In geen kantoortype met hoge hakken en lipstift en noem maar op. Als ik dringend een weegmachine nodig heb, dan hoef ik Linda's maar te bellen en ze komt er gewoon aangereden. Ondanks haar gewicht en haar mannelijke werkkleding zou ze er toch eens vrouwelijk uit willen zien. Groene broek, knalgele bodywarmer, knalgele jas, gewoon echte mannenkleding. Een paar grote werkschoenen eronder. Cindy heeft een paar zware en pittige jaren achter de rug. Tijdens de screentest kwam ze binnen met een verhaal over haar kapsel. Maar er zat meer achter. Cindy had een goede reden om zich op te geven. De afgelopen jaren heeft zij heel wat voor de kiezer gekregen. Tot vorig jaar kreeg mijn man een hartinfarct en een lichte TIA. Dus dan is het even. Ja. Maar nu heb ik een ander probleem. Mijn zoontje is autistisch, dus. Krijgen we daar weer erbij. We zijn er helemaal klaar mee. En toen zei mijn man op een gegeven moment van... Als ik iedereen zie, die zien er altijd zo fleurig en gezellig en vrolijk uit. En jij ziet er zo moe uit. Ik zeg, ja, daar heb je ook gelijk in, maar wat moet ik doen? Mrs. Black and White, she's never seen a shade of gray. Always something on her mind, every single day. But now she's lost her way, and where does she go from here? Wat ik met haar wil gaan bereiken vandaag is dat ik gewoon sowieso vrouwelijker, maar dat het meer in balans wordt. Dus dat de persoon en de kleding in evenwicht is. Maar nou werk je samen met 150 mannen en maar twee vrouwen. Hoe is dat dan? Ja, hartstikke leuk. Ik vind echt haar heel leuk. En hoe gaan ze met je om? Gewoon normaal, net als ik één van hun ben. En, ook lachen en ook wel eens een keer bubben even testen van welke kans ze nog hebben, welke kans ze niet hebben. Weet je hoe ze jou noemen? Nee. One of the guys. Oh ja? Zo van, je hoort er wel bij. Ja, dat weet ik dus echt niet, hè? Maar ze vinden je niet echt heel erg vrouwelijk of sexy eruit zien of zo. En ze wilden je heel graag in een rok zien. Zou je jezelf ook wel eens in een rok willen zien? Ja, ik denk dat ik het heel raar ga vinden. Waarom? Ik eigenlijk nog nooit een rok aan heb gehad. Nooit? Ja, natuurlijk wel eens ergens gewoon voor te lachen, maar niet echt om mee uit te gaan. Of, ja, wij hebben op de camping ieder jaar een playback show.
En toen heb ik met twee vriendinnen, ook van flinke meiden, heb ik K3 nagedaan. En dan gewoon de drie biggetjes. Gewoon, en wij zijn de eerste geworden ook. Nou, jouw zus noemde jou altijd Beatrix. Ja, klopt. Ik ben benieuwd hoe ze je nu gaat noemen. Ben ik heel benieuwd. Ik ook. Ja. Ben je klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Succes. Wow. Maar wel gaaf. Ja. Ja, mooi. Heel mooi. Super. En hoeveel jaar jonger? Ja, wel 12 toch? Ja, ik had 10 beloofd, maar we zijn er meer van geworden. Ja. Had je dit verwacht? Nee, echt. Ik had iets van donker of rood of zo, maar ja, hij zei paars, maar nee, maar wel gehoopt, blond. Je zei tijdens de screentest, bij mij is alles zo grauw, een beetje kleurloos. Zie je nu wat dat blonde haar en die knalgroene oogschaduw bij je doet? Ja, gewoon vrolijk, gewoon helemaal blij, helemaal trots. Je weegt nu 58 kilo, hier mag je het dubbele. Het dubbele, ja. Gewoon onbewust eten, niet nadenken wat je eet. En hoe voelt dat nu? Heerlijk. Ik ben super blij. Ik heb ook gezegd nooit meer. Nooit meer zo dik. Ik blijf nou gewoon stabiel. Ja. Maar ik let wel op wat ik eet. En ik doe echt wel mee met een stukje gebak en een frietje. Dat doe ik echt wel aan mee. Maar niet elke dag? Maar niet elke dag. Dus je kan nu gewoon... Ik kan gewoon meedoen met genieten een taartje. Genieten van een taartje, ik kan gewoon genieten van een taartje. Linda, als die 150 mannelijke collega's ooit nog iets op te merken hebben over jou, dan stuur ze maar naar ons. Eigenlijk wel. Alleen, je begint voortaan wel een half uurtje later. We moeten even alles goed doen 's ochtends. Ik vind het prima. Wil je het zelf ook zien? Ja, tuurlijk. Oeh. Opkikken. Oh, wauw. Ik ben Linda. Ja, ik vind het echt vet. Ja, ik zag het al na, smoltje. Echt zo, ik denk, het wordt iets wauw. Het is wauw. Het is echt leuk. Ik dus ik met mijn dingen, denk, het wordt oranje en blond. Nee, ik vind het echt helemaal te gek. Ja. Maar wat gaan die 150 mannen op jouw werk hiervan zeggen? En niet alleen die man op mijn werk, maar denk van mijn eigen man. Maar je ziet er nu ook heel anders uit. Een andere kop, maar ook een andere uitstraling, met je dat rockachtige. Was dat ook wel bij jou? Ik denk het wel. Ik vind het echt helemaal te wauw. Die weet het pas niet van. Maar nu de vraag, durf je het ook te showen op de catwalk? Echt wel. Ja? En je dochter, wat gaat zij ervan zeggen? Die zal echt hebben van, mam! Je normaal man! Cindy is 34 jaar, moeder en komt uit een dorpje naast 's-Hertogenbosch, Vlijmen. Zij gaf zich op voor het programma omdat ze heel graag een nieuwe look wil die meer bij haar leeftijd past. Zelf vindt ze dat ze een babyface heeft. Ik neem nooit geen tijd voor mezelf. Tijd gaat altijd naar mijn kinderen, werk, huishouden en mijn man. Toen ik van de eerste zwanger ben geraakt, 30 kilo aangekomen. Dus ik heb al 104 gewogen en nu ben ik eindelijk een beetje bezig om weer terug naar het oude gewicht te gaan. Ik moet er eigenlijk nog 10 kilo af. Dus daar ben ik aan het werken. Ja, maar meer die vrijheid, hè. Continu verplichtingen en overal aan moeten denken. Dus ik denk, ik vergeet mezelf gewoon. Ik had gewacht dat het wel makkelijk zou zijn. Ik hoef zo vrolijk naar buiten, weet ik niet. Esther is 37 jaar. Vroeger was zij een hippe, rebelse meid. Tegenwoordig draagt ze vooral tweedehands of hele oude kleding. De afgelopen jaren zijn voor Esther zwaar geweest. Door een burn-out verloor ze haar baan en dit is haar niet in de koude kleren gaan zitten. Ja, ik heb twee kleine kindjes en die gingen de afgelopen tijd eigenlijk continu voor. Ik weet niet eens meer hoe een kledingwinkel ruikt, bij wijze van spreken. Dus die kinderen gaan gewoon voor en ik moet eerlijk zeggen dat het financiële plaatje ook een rol speelt. Maar ik pak wat ik pakken kan en als ik kleding nodig heb, dan ga ik naar een kringloopwinkel. Ik denk wel dat ik een bepaalde stijl heb, zeg maar. Maar ik ben mezelf ook een beetje kwijtgeraakt. Het moet een beetje gaan van overleven weer naar leven. Cindy, wat gebeurde er tijdens de screentest?
Je zat heel joviaal te vertellen en in één keer brak er iets in je. Continu verplichtingen en overal aan moeten denken. Dus ik denk, ik vergeet mezelf gewoon. Ja, de bom van zenuwen kwam eruit. Ja, was dat ik zat helemaal echt met een brok vol zenuwen kwam ik aan. Je barst er zo in tranen uit dat wij heel erg nieuwsgierig waren wat er nou precies achter zat. Druk leven heb je, hè? Dus continu in de, ja, bezig zijn, huishouden, kinderen, ja, eigen werk. Je wilt toch leuke dingen doen met de kinderen en met je gezin. De man werkt zelf ook 40 uur in de week, die dan ook nog het weekend dan af en toe wel eens werkt. Dus het is best veel. Wat verwacht je dan van ons vandaag? Ja, dat ik nou kan zeggen van, oh ja, zo zie ik eruit en nou moet ik het gaan bijhouden. Dat ik echt zo van, anders gaat het gewoon weer fout. Mijn eigen wel mee laten zien. Maar ben je ook te veel en te druk met anderen bezig geweest? Altijd voor iedereen klaarstaan? Meer wel, ja. Is dat hetgene wat je probleem was? Ja, vertrouwen hebben in mensen weer. Dat was mijn probleem ook weer. Mensen zijn je tegengevallen. Je stond er alleen voor. Maar nu zou je weer wat vrolijker, wat kleurrijker eruit willen zien, toch? Ja. Daar kunnen we je bij helpen. En toen jij kind was, want ik heb begrepen dat toen haren voor jou juist een hele grote issue was. Nou, ik mocht geen lang haar van mijn moeder. Ze zei, het is niet veel en er komen alleen maar knopen in zo. Dus dat was niet aan de orde, nee. Hoe zij het bracht, van ja, het is gewoon niet veel, dat was niet altijd leuk. Nou, wat zou je nou tegen moeders of tegen je moeder willen zeggen? Nou, mam, ik weet dat je het niet zo hebt bedoeld. Alleen het had fijner geweest als je het iets anders had gebracht. Ja, je werd gewoon onzeker van. Ja. Oh, wauw. Wat een mooie kleur, hè? Echt heel leuk. Eigenlijk van alles wat. En een pony en laagjes en krullen. Echt heel mooi. Zo heb ik mijn ogen nog nooit opgemaakt. Maar dat valt ons wel gelijk op. Je ogen knallen er echt uit. Nou, ja. Ja, hè? Ja, je kan wel zien dat ze blauw zijn nu. Een nieuwe mama. Wil je ze zien? Ja. Komt-ie, hè? Succes. Oh my gosh. Toe blond. Het is wel heel leuk, ja. Oh. Jee. Dat is niet herkennen, nee. Oh, die had ik niet gedacht, blond. Nee. Ik dacht juist omdat ik zo bleek was, juist blond niet. Blond is wel. Ja. Dit moet ik even willen. Dit is Miranda. Ze is 32 jaar, moeder en komt uit Etten-Leur. Miranda is 1,76 meter en weegt 115 kilo. Naar de kapper gaat ze maximaal 4 keer per jaar. En kleding kopen doet ze al bijna helemaal niet. Dat vermoeden hadden wij al. Miranda, hoeveel geld geef je uit aan kleding? Heel weinig. Heel weinig. Kan je dat uitdrukken in euro's? Misschien op 3 maanden 25 euro. Gemiddeld 100 euro per jaar. Alles ga je eerst naar de kindjes en dan komt de mama pas. Ik ben echt zo'n sportieve mama en ik wil echt gewoon een hippe, trendy mama worden. Weet je wel, straks gaat het kleintje voor het eerst naar school over een half jaar. En ook dan in die slobberkleren aan school staan. We hebben eerst 3 miskramen gehad. Toen raakte ik eindelijk zwanger. De zwangerschap ging goed. En toen kregen we een huilbaby. Daar hebben we een jaar mee afgezien. Toen hadden ze iets van, nou, het gaat de goede kant op. We willen er nog eentje. En Jint is in de tussentijd 10 maanden oud en heeft al 2 maanden in het ziekenhuis gelegen. Heeft aan de zondevoeding gezeten, waar heel veel verzorging nodig heb. In de tussentijd heb ik mijn ontslag nog gehad. Mijn man heeft zijn ontslag gehad. Dit is het gewoon niet, dit ben ik gewoon niet. Ik straal ook niet meer. De laatste keer dat ik gestraald heb, was met mijn trouwdag en dat is 2 jaar geleden. Kelly is ook moeder. Ze is 22 jaar en komt uit Breda. Was Kelly 3 jaar geleden nog een jonge, hippe meid, daar is nu niets meer van over. Een trainingspak is de dagelijkse stijl. Voor de gelegenheid wil ze soms nog wel eens een spijkerbroek aantrekken, maar meer wordt het niet. Vertel eens, Kelly, hoe kom je zo hier bij ons
als kandidaat? Gewoon heel veel problemen heb gehad met mijn ouders met de zwangerschap. Dat ik gewoon niet lekker in mijn vel zat. Kijk, en het was wel een ongeluk. Ja, mijn vriend en ik waren toen nog niet lang bij elkaar. Maar we zijn wel gelukkig met elkaar en nog steeds. En met mijn zoontje gaat alles goed. Hij krijgt gewoon alles wat hij nodig heeft. Meer zelfs. Maar dat je je zo erg moet bewijzen tegenover iedereen. Maar er is ook een tijd geweest dat ik gewoon mijn bed niet uitkwam. Dus ja, ik ben er echt moe van. Ik zou gewoon willen dat ik weer goed in mijn vel zit. En dat ik blij kan zijn met hoe ik eruit zie. Ik zie zelfs tranen in je ogen. Ja. Daar ben je zo bang voor? Ja, dat het echt kort is. Oh, wanneer ga je dan voelen aan je haar? Ik wil gewoon echt niet dat het kort is.